Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer deze set die ik al heb laten zien. Dit is de Lego set. Ik had hem laatst al voorgesteld. Het is een heel groot Lego blokje met daarin allemaal Lego steentjes. En ik heb toen al mijn eigen kleine droomhuisje gebouwd. Kijk, met een ingang. Hier zie je dan een weggetje met een brug, een rivier. Ook nog een heel groot raam en hierboven heb je nog een dakterras. Oh ja, en dan dit nog. Windenergie heb je ook. Ja, en nu heb ik bedacht dat ik nog wat wil gaan doen. Kijk, dit foldertje zat erbij. En dan kon je verschillende dingen maken, waaronder een schaap. En dat leek me wel heel erg leuk. Kijk, hier op de verpakking staat die ook. Ik vind hem heel schattig. Dus daarom wilde ik dat graag nog even bouwen vandaag. Misschien kan die dan in de tuin staan van mijn droomhuis. En daarvoor heb ik zo'n wit blokje nodig. Dan heb ik nog een witte kleine steen nodig. Hopelijk heb ik die niet gebruikt in mijn huis. Ah nee, hier heb ik er nog eentje. Die, een kleine witte steen. Wat heb ik daarna nodig? Een witte steen, maar dan een beetje rond. Ja, zo eentje. En verder nog. Even kijken, een zwart blokje. Ja, dat is ook nog steeds goed gegaan. Kijk, dit is er zo eentje met van die puntjes aan beide zijden. Dan nog twee oren. Dat zijn deze. En die tweede moet ook nog ergens liggen. Ah ja, ik zie hem al hier zo. Wat heb ik daarna nog nodig? Ogen. Hier heb ik er een paar ontdekt. Kijk. Open ogen, maar er zijn ook nog toegeknepen ogen. Of misschien kan die knipogen. En wat heb ik dan nog nodig? Twee kleine zwarte steentjes. Zo, die. En dan kan ik nu ook gelijk beginnen met het in elkaar zetten van het schaap. Het is echt heel makkelijk om te maken. Je begint met deze witte. Dan aan deze kant komt het witte steentje erop. En daarachter deze. Die dan een beetje rond afloopt. Zo, dat wordt dan het lichaam van het schaap. Dan doe je dit aan de voorkant. Dat wordt dan het gezicht van het schaap. En dan kun je de ogen daar gelijk aan vastmaken. Mijn schaap krijgt één open oog en één dicht oog. Dus dan lijkt het misschien een klein beetje alsof het knipoogt. En dan de oren nog. Eén en twee. Ze zien er wel grappig uit. Ze zitten een beetje naar de zijkant toe. En hieronder dan deze zwarte blokjes. Bij wijze van pootjes. Het zijn natuurlijk twee steentjes, maar het moet dan uiteindelijk vier pootjes voorstellen. En dat was het dan. Ik heb nog even gekeken. Ik geloof dat die er per ongeluk tussen is gekomen. Het schaap is nu klaar, zo ziet hij eruit. Misschien kan ik die pootjes hier doen. Ja, dat kan ook wel. Dat ziet dan denk ik een beetje beter eruit. Heel lief. En zo ziet hij eruit als die knipoogt. En dan ga ik eens even kijken of het misschien toch leuker is met twee open ogen. Hij heeft al wel een hele verbaasde ogen. Maar wat we ook nog hebben, er is nog zo'n oog dat dicht is. Dus het kan ook zijn oogjes gesloten hebben. Misschien is hij heel erg moe en gaat hij even slapen. Ja, dat ziet er ook lief uit. Maar ik blijf erbij, ik denk dat deze combinatie toch het leukste is. Eén dicht oog en één open oog. En nu is die al klaar. Je ziet het al, dat kun je heel erg makkelijk nabouwen. De meeste van jullie die zullen vast wel een paar van die blokjes hebben. Zo'n wit plaatje, dan een beetje een ronde steen, een normale.
Maar je kunt natuurlijk ook iets anders gebruiken. Je kunt ook een andere kleur gebruiken. Of die ene waarbij het niet rond afloopt aan de zijkant. Maar dan zal je het vast nog steeds wel herkennen als een schaap. Die oren die zijn dan denk ik wel een beetje lastig. Maar er zit vast wel een alternatief ergens tussen. Ik kan nogal een alternatief schaap bouwen. Met dingen die je misschien wel thuis hebt. Dan kun je deze bijvoorbeeld als oren gebruiken. Dan hebben we misschien een heel normaal blokje nodig. Misschien wordt hij paars. Dat vind ik wel een leuk kleurtje. Dan heeft hij natuurlijk nog pootjes nodig. Eens even kijken. Als pootjes kunnen we wel heel normale blokjes gebruiken. Roze en paars misschien. Of gewoon roze. Doen we dat? En het enige wat nu nog ontbreekt is zo'n hoekig blokje. Die heb je wel echt nodig. Maar die zit er denk ik niet dubbel bij. Nou, dan haal ik die nog eventjes van mijn schaap af. Zo, ik haal dat even uit elkaar. Oké, die ogen die zal ik ook wel nodig hebben. En dan gebruik ik deze blokjes wel ter vervanging. Ja, dus die ogen, daar zul je dan wel echt wat op moeten verzinnen. Zo, kijk, die kun je dus vastmaken aan een paars blokje. Dan heeft hij roze pootjes. Zo, en nu is het alternatieve schaap klaar. Hij ziet er niet heel erg uit als een schaap. Op de een of andere manier doet hij me nu zelfs een beetje denken aan een eland. Maar je ziet het wel, met een beetje creativiteit kun je dat ook heus wel zelf maken zonder deze set. Maar ik ga het toch maar weer even terug doen, want ik vind het toch wel ietsje leuker als die echt zo als een normaal schaap is. En als die oortjes heeft, dan is dat toch ook wel leuker. Het was wel heel erg leuk om te doen en om dit schaap op te bouwen. Je kunt me laten weten in de reacties of je ook zo'n schaapje nagebouwd hebt. En of je die blokjes thuis hebt, dat kun je vertellen in de reacties. Als je de video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog ervoor. Bekijk ook onze andere video's, abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer. Zo, en nu gaat hij lekker in de tuin staan.